Unilever houdt zich heel erg bezig met verduurzamen en kracht van het bedrijf gebruiken om een positieve impact te maken op het milieu en op de maatschappij. Als marketingmanager Codemix ben ik samen met onze kroepoekleverancier naar Indonesië gegaan om te kijken op welke manier we in de waardeketen voor granadengroepboek en cassavegroepboek zouden kunnen verbeteren. Voor cassavegroepboek hebben we gewerkt naar Rainforest Alliance certificering. Voor granadengroepboek is het belangrijkste de transitie van zogeheten sleepnetten naar trammelnetten. Dat is nodig om zowel de toekomst voor de natuur als voor vissers en hun families te waarborgen. We wilden het verhaal op een zo authentieke en echt mogelijke manier vertellen. En daarom zijn we met een hele kleine crew en met Dennis, onze Codemix spokesperson, naar Indonesië gegaan. En daar hebben we eigenlijk alles vastgelegd, waar vervolgens twee hele mooie documentaires uit zijn gekomen die het verhaal vertellen over wat we aan het doen zijn daar en ook wat er echt gebeurt om te verduurzamen. Cassave kroephoek. Ik vind het heerlijk. Maar wat maakt die smaak zo uniek? En hoe zorgen we dat die smaak behouden blijft? Ik mocht van Codemix naar Indonesië om antwoord te krijgen op deze vragen. Hier onder mijn voeten liggen de roots van de cassave kroephoek van Codemix. Het is een van de meest vruchtbare stukjes grond van Indonesië. De vochtige roodbruine aarde is de ultieme voedingsbron voor de cassave wortel. Nice burn. Zo worden de vissers geholpen met het gebruik van de juiste netten, die alleen de volwassen garnalen vangen. Dat is beter voor de toekomst van de vissers en hun families. Want echte smaak verdient het om beschermd te worden. Oh. Fresh from the sea. Yeah.